Het is een heel fijn feest. Het is een mooi evenement waarin we met z'n allen echt iets moois proberen te doen voor Bonaire. En je ziet verbroedering en iedereen maakt er een hele mooie dag van. Het is geweldig. En we zijn er al lang mee bezig, dat wel. Hoe was alle voorbereidingen voor vandaag? Het kost best wel wat voorbereiding om alles voor elkaar te krijgen en hier opgebouwd te krijgen. Maar ik denk dat we heel veel mooie spullen hebben te verkopen. Dus ik hoop dat het voor iedereen, voor de bewoners, leuk is om te doen. Hoe was de animo voor vandaag? Nee, je moet ook al weten, we zijn eigenlijk al maanden bezig om alles te verzamelen. We halen spullen op bij mensen. En we zijn gisteren al bezig geweest, in deze week al heel in de loodsen voorbereid om alles klaar te zetten, te verdelen. En deze ochtend om 6 uur waren we hier met allemaal mensen van de Rotary, maar ook vrienden van de Rotary. Ja, en we merken gewoon, en het is gewoon heel leuk, want je ziet gewoon mensen die er ook echt blij van worden, omdat ze mooie koopjes kunnen doen. En het is gewoon een hele leuke dag, ook met eten en voor de kinderen en bouncer. En ja, we worden er allemaal vrolijk van. Ongeveer hoeveel van die kraampjes zijn er? Dat is een goede vraag, die weet jij. Iets van 15 of 20 hebben we er. Ja, zoiets. Vandaag is ook Koningsdag, dus jullie hebben nu moment om Bonaire te feliciteren voor deze dag. Wij als Rotary wensen Bonaire een hele fijne Koningsdag. En uiteraard wil ik ook alvast iedereen een heel fijne Dia de Rincon wensen uit. Want dat is natuurlijk ook een geweldig feest waar we uit naar kijken. En ik hoop dat alle bewoners het hier met ons komen vieren op deze leuke feria.